Nee, ik ben geen donor. Ik ben nu een paar jaar donor, sinds mijn 18e volgens mij. Nee, ik ben geen donor. Ik ben donor. Niet dat ik weet. Nee. Ik ben geen donor. Ik ben geen donor. Ik ben al 4 jaar geregistreerd als donor. Nee, ik ben geen donor. Ik dacht, ja, als ik toch weg ben en nog iemand kan helpen, ik heb er toch niks meer aan. Dus toen dacht ik, nou, dan geef ik het maar gewoon weg als ik er klaar mee ben. Ik ben geen donor, omdat ik geloof dat ik dood wil gaan zoals ik ben geboren. Ashes to ashes, dust to dust. Omdat ik mijn leven heb toegewijd aan het zorgen voor mensen. En dan na mijn dood kan ik nog een laatste gift geven. Nee, niet oordeel. Heb ik er verder geen problemen mee. Wat ze met mijn lichaam doen of met allerlei onderdelen. Ik weet nog wel van vrienden en mijn vader. En dat moest dan heel af op beslist worden. En toen dacht ik, ja, doe maar niet. Want ja, dat was toch in de tijd dat nog niet zo credible was om dat te doen. Ik heb er eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Maar ik ga liever dood als worden geboren. Ik denk wel dat ik de keuze gewoon niet durf te maken. Dus misschien is het ook wel een soort van dat je over je eigen dood moet nadenken. En dat is toch niet echt wat je graag doet, toch? Ik heb de beslissing nog niet durven maken. Omdat mijn ouders het tegen mij verteld hadden. En omdat ik graag iets anders, voor iemand anders iets wil geven als zij of hij in een moeilijke situatie zitten. Ja, omdat ik het papier verkeerd ingevuld had. Ik dacht, de kruisjes die je zet, dat mogen ze hebben. Maar het bleek toch achteraf andersom te zijn. Dus toen heb ik het verder niet meer ingevuld. En zo gaat de tijd snel. Ik zou andere mensen aanraden om donor te worden. Want ja, als je zelf toch niks meer aan je lichaam hebt en weg bent van deze aarde, dan kan je iemand anders daar een heel grote gunst mee doen. Dat is mooi. Zou je andere mensen aanraden om donor te zijn? Ja. Ik denk dat andere mensen ook donor zouden moeten worden. Want ja, wat ga je ermee doen dan als je dood bent? Ik zou het andere mensen aanraden omdat op deze manier mensen verder kunnen leven en jij ze iets kan bieden wat zij niet hebben. Wanneer ik me ga registreren, dat is als jij me zo meteen helpt, doe ik me zo meteen gelijk. De website heet dus www.jaofnee.nl.